volgende dag. Ik zie er niet uit, maar oh, het gaat zo lekker. Vandaag ben ik dus nog een dagje vrij. Ik ga straks al het karton en vuil naar de stort en zo brengen. En naar de karton gebeuren waar je het zeg maar kan dumpen. En ik ben net even boodschappen gaan halen. Ik zal jullie even laten zien wat ik heb gehaald. Want ik heb dat dus ook alweer helemaal lekker georganiseerd. Dus allereerst heb ik dus gisteren nog wat dingen hierin gestopt. En dit is niet hoe het wordt. Maar ik moest het even zeg maar kwijt. En straks ga ik het allemaal leuk inrichten. Maar ik vind het nu al schattig. Kijk nou, dit ook. Die HK Living mokjes. Mijn kaars. Zo leuk. En dit heb ik van een boeket. Die heb ik net weggegooid. Maar dit kun je heel mooi laten drogen. Dus dit ga ik houden als droogbloemen. Die heb ik in dit vaasje gedaan. En die heb ik weer zelf gemaakt. Zo leuk. Hoe dat zo staat. En dit vind ik ook zo grappig. Deze kun je herkennen van de Temu shoplog. Dit is gewoon een beeldje. En toen dacht ik opeens, hoe leuk. Want het lijkt alsof hij tegen de boeken aanleunt. Als een soort boekenhouder. Dus dat vind ik ook leuk. Ik vind het gewoon allemaal leuk. En de mand hier met kleedjes. En ik ben net dus naar de winkel gegaan. Want ik wil hier heel graag een soort citroen citrusboompje. En dat heb ik nu. Hoe leuk. Ik vind het zo mooi. Ook om zeg maar dit een beetje te bedekken. En deze snoer voor die leuke lampjes die wij hier overal om de tuin hebben zeg maar. Dan staat dat er zo voor. En die mand had ik nog. Dus ik vind het helemaal schattig. Vandaag wordt de tuinbank geleverd. Die. Dus dat staat straks helemaal leuk. Je had ook al heel veel die al helemaal uitgegroeid waren. Maar hier zitten nog heel veel knopjes aan. En ik dacht, dan heb ik dat liever. Dus hier komen ook nog hele leuke witte bloempjes uit. Maar dus ook nog heel veel die nog uit moeten komen. En ik ga deze nog even water geven. Het was net de hele tijd bewolkt. Maar het is nu echt heerlijk weer weer. Heerlijk weer weer. Kijk, ik heb deze gieter. Van Temu. Temu. Beige. Dus dit gaan we ook allemaal weghalen zoals je ziet. Heel veel verpakkingen ook van apparaten en zo. Ik zal even laten zien wat ik heb gedaan. Ik heb namelijk het voorraadhok weer een beetje opgeruimd en al wat meer geordend. Ik heb hier eentje bijgehangen. Deze bestel ik gewoon bij Temu. Dan kan ik het zo in en uit klikken. En voor de zeem vind ik dat wel heel fijn. En hier heb ik een haakje opgehangen. Dit is gewoon zo'n plakhaakje van de Action. Voor het stoffen en blik. Nou, en hier heb ik nu een snackkrat. Deze is ook van de Action. En deze komen allemaal van Temu. Nou, en daar zitten gewoon onze snacks in. Daarachter heb ik nog een Ritual scheurstokje. Dat vind ik gewoon lekker dat het hier lekker ruikt. Ik heb hier dit net gekocht. Deze bak. Deze is ook van de Action. Met rijstwafels met pure chocola. Deze en deze had ik nog. En daar heb ik dus net suiker en havermout voor gehad. En dit is echt heel schattig. Want kijk. Dus om open doen. Ik heb dus overal van die hele kleine houten lepeltjes bij in. Het is toch schattig, ja. Ik vind het helemaal leuk. Ik ga hier heel goed op. En dan heb ik hier nog een bakje met kruiden en thee, verse thee. Wat zeg maar over is en niet meer in een potje past. Dus dit is dan ter aanvulling. Nou, hier heb ik die kruidenrekjes waar je normaal gesproken je kruiden op doet. Maar dat passen dus niet in onze la, want we hebben hele smalle laadjes. Dus ik dacht, dit is wel handig straks voor potjes en dat soort dingen. Dus heb ik alvast iets gehaald, want dat vond ik wel leuk. En we gaan ook bijna wonen, dus dat is wel handig. Is dit zeg maar het eetgedeelte. En dan hiernaast, dit gaat zeg maar nog weg. Maar dat kan nu nog even niet. Heb ik dit. Hier hebben we onze ja, medicatie en dat soort dingetjes. En hier, dit gaat uiteindelijk ook nog anders. Want dit komt straks in de badkamermeubel en zo, maar dat kan ook nog niet. Nou, en dan heb ik hier eigenlijk alles voor schoonmaak. Dus hier schoonmaakmiddelen. Voorraad van de keukenrol, voorraad van de vaatwastabletten en voorraad van toiletpapier, want die is bijna op. En dit zijn ook nog dingen die we nu nog moeten gebruiken voor het klussen, zeg maar. Dus dat ligt dan hier. En dit ook. Dit zijn ook allemaal kussens en dat soort dingen, maar we hebben de bank nog niet, dus dat ligt ook even hier. Dit heb ik net geleegd. Hier zaten dus al die blikjes in voor statiegeld. Dit werkt echt top. Wij leggen hier alles in vuilniszakken met de statiegeldblikjes in. Hier heb ik dus doekjes in en dan na het inleveren ja, heb je echt vieze handen. Dus dan kun je hier die doekjes gebruiken voor je handen.
en de dweil. Dus nou, helemaal leuk. Verder heb ik nog wat meer haakjes gehaald voor van alles en nog wat. Ik ga even zo'n klein haakje wil ik eigenlijk hier even aan de binnenkant doen. Want ik denk dat we hier onze handdoek gewoon gaan doen. Ik vind het namelijk niet zo mooi om ergens in het zicht dan hier nog of daar aan de muur een handdoekhaak te maken. Dat vind ik dan weer afbreuk doen aan de keuken of zo. Dus ik dacht ik doe het gewoon aan de binnenkant. Net zoals wat we hier met die bakjes hebben. Maar dan dus met handdoekjes. Dus hier hebben we alle bakdingen. Dus als ik ga bakken. Oh ja, dit wilde ik nog even laten zien. Ik heb dus nog wat boodschapjes gehaald. Niet heel veel, want we wonen er nog niet. Maar als we er zijn, dat we wel gewoon lekker een broodje kunnen smeren en zo. En wat drinken hebben. En dit heb ik even opgeruimd. Dit is gewoon allemaal brood en beleg. Dit heb ik dus net ook gekocht. Zo'n doos. En daar heb ik onze crackers in. Dus dat is ook wel fijn. Nou, en dit heb ik jullie nog niet laten zien. Maar dit zijn al mijn verse theetjes. Dit is toch leuk. Bijvoorbeeld de smaak mango. En ja, deze potjes heb ik van de Action. Dit blad heb ik van de Xenos. En dit is zo'n organizer van ook de Action. Ik heb die van Temu. Nou, en dan heb ik het zo op elkaar gedaan. En dan kan ik dat zo lekker rollen. En ja, hier heb ik dan nog verse thee. Deze moet ook nog in zo'n potje. Maar ik moet nog even potjes bijhalen. Hetzelfde geldt voor deze. En dit is echt winterthee. Dus dat heb ik even erachter gestopt. En dit moet allemaal nog een plekje krijgen verder. Nou, en hier hebben we dus pannen. En ik moet alle pannen nog even slim indelen. Ik denk dat ik de pannen hierboven doe. En dan, want hier heb ik nu ook apparaten, zeg maar. Maar die apparaten doe ik dan gewoon onder. Want dat gebruik je minder. Maar bijvoorbeeld tosti-ijzer, melkopschuimer. Dit is zo'n mixer, die hoort daarbij, zo'n blender. De sladroger, dit is echt top. Nou, en de spannen. Dus dat ga ik even omwisselen nu, dat vind ik wel een leuke. Ik zag dat Sander ook deze nog heeft meegenomen van huis. Onze cast iron braadpan. Dus die kan dan ook een plekje krijgen. En ik heb deze nog even gehaald, zo'n anti-slipmat. Want die wil ik even hier nog onder doen, zodat dat niet alle kanten de hele tijd opgaat. En voor nu heb ik hier in het onderste heb ik gewoon aluminiumfolie, bakpapier, pannenonderzetters. Maar ik heb nog heel veel thuis qua uitzet. Dus dat wil ik eigenlijk zo even snel ophalen. Zodat ik dat ook weer kan indelen. Ik denk dat ik dat nu gelijk even doe. Dat ik even naar huis rijd en dat ophal. Die dozen en zo die ik nog heb. Want vanaf 1:30 moet ik hier zijn. Want dan wordt de tuinset buiten geleverd. En het is nu 11:00. Dus ga ik nu naar huis, ben ik hier om 12:00 weer. Ja, lijkt me goed. Zo, ik ben er weer. Ik heb weer wat dingen meegenomen. Dit boek is ook echt prachtig. Die wil ik in onze buffetkast doen. Echt zulke mooie afbeeldingen staan hierin. Maar ook dus af en toe een steensoort. Kijk, hier bijvoorbeeld zwart marmer. Maar ze hebben ook beige marmer. Kijk, heel vet. Dus dit is echt wel een vet boek om open neer te zetten. Bijvoorbeeld daar straks. Maar goed, ik zweet me kapot. Want ik heb deze spullen van zolder, van mijn oude huis zeg maar, naar mijn auto gebracht. En nu van de auto naar hier. En dit was echt pokkenzwaar. Nou, en deze vaas heb ik van Irma gekregen. En die had ik dus laatst ook al gespoten met zo'n structuur en beige. En deze is de bedoeling dat die daar komt in het hoekje. Op een klein krukje zo. Dat is echt wel leuk. Nou, en dit past ook wel heel erg goed bij de kleur van de muur. Die we dus hier overal krijgen. Je kunt het niet zo heel goed zien. Hier wel. Ik ga nu in ieder geval even weer alles uitpakken. Want dat wil ik eigenlijk binnen 3 kwartier gedaan hebben. Want dan kan het karton hier nog bij. Want over 3 kwartier komt mijn schoonmoeder. En dan gaan we samen het karton en alles wegbrengen. Dus dan kan dit er mooi bij. Placemats, keuken. Oh my god. Waar moet ik beginnen? Het is ook allemaal van die tieren latijntjes. Dat ik dacht leuk voor buiten in het tuinhuisje. Maar daar heb ik nu al dingen. Dus dit ga ik gewoon wegdoen. Ik ga dus gauw dus op een rommelmarkt staan. Dus daar ga ik dit allemaal bij doen. Want ik ga dit toch niet meer gebruiken. Misschien die nog wel leuk. Ik kom weer eens achter dingen. Wat ik heb. Een pan. Van die roze vaccinelichtkaarsjes. Ga ik ook wegdoen. Voorraadpot. Yes. En
een stoel. Een plant. Nou, hoe goed je ook alles probeert in te pakken, helaas overleeft niet alles het. Dit is nu het tweede wat kapot is. Een vaas dus. En een serviesje. Kom. Dus deze ga ik voorzichtig weggooien. Nou, ik heb net de bank in elkaar gezet. En ik ben er weg van. Dit is toch geweldig. Sander heeft er net in gelegen. Maar helemaal leuk. En deze hangstoel. Deze. Die komt hier zo. Oké, nou. Het is vandaag trouwens maandag. Ik kom net van heel veel winkels. Ik heb echt bizar veel gekocht. En het is echt leuk. Wel echt mega duur, maar... Ik dacht, ik ga jullie even meenemen, want ik wil deze kast lekker gaan decoreren en zo. Dus ik zal even laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Het is echt heel erg veel en ook wel prijzig. Dus dan weet je dat alvast. En ik moet alles nog even een beetje opruimen. Ik wil alles gewoon even leuk een plekje geven. Dus dat wil ik even met jullie gaan doen. Op zich ben ik al wel tevreden met deze buffetkast zo. Misschien dat daar nog wel wat komt, maar... Ik hou wel gewoon van clean. Maar dit heb ik, zeg maar, alles wat we hebben, heb ik gewoon ingepleurd. Dus dat wil ik nu leuk gaan neerzetten. Nou, en ik was dus nog echt wat grotere accessoires nodig. Want dit zijn heel veel kleine prutdingetjes, zeg maar. Dus ja, en ik moet nog even nadenken wat we hier uiteindelijk gaan doen. Ik denk echt een mega grote statement pot met een plant of iets... Moois, een nep olijfboom of zo. Maar dat wil ik nog even aankijken. Maar voor nu negeer dat. We gaan even focussen op dit. Oké, ik heb even wat dingetjes gehaald. Een nieuw lampje, want die moet daar nog in eentje. En deze, Janssen Euphoria. Dit is een special limited edition home geurstokjes. Deze geur is niet normaal lekker. Dus deze wil ik in de kast gaan doen. Ik heb deze gekocht van het merk Light & Living. En die was €28,95. Dus echt zo'n mooie statement vaas. Ik heb dit gekocht van die nep takjes. En die nep takjes waren €5,25. En de vaas €10,95. Dus ja, weet je wat het is? Dit is bijvoorbeeld een echte plant. Maar ik heb ook heel veel... Dit is verder allemaal nep. Dure... Of goede nepplanten en takken zijn gewoon heel erg duur. Ze lijken namelijk echt, maar dat is het niet. Maar dat is gewoon heel prijzig, dus dat doe je gewoon heel je leven mee. Dus daar heb ik wel even in geïnvesteerd. Deze hele set met die planten bij en dit ding was €80. Dus dat vond ik eigenlijk nog wel een goede deal. Dus die wil ik denk ik op onze eettafel hier zo zetten. Nou, ik heb dus deze echte plant gekocht, deze dan wel... En deze pot, dus ik dacht, dan wil ik die daarin doen. En dan denk ik dat daar of zo wel leuk vind. We hebben namelijk ook al zo'n echte boom, zeg maar. Precies die, maar dan in een boom buiten. Dus dat vind ik wel leuk. Deze takken zijn ook echt amazing. Even kijken. Ik heb nog wat hangers gekocht, want dat was op. Wat cadeautjes en dingetjes. En ik heb dus deze vaas gekocht. Die, maar dan in het groot. Echt prachtig vind ik die. En die was €30. En dan nog heb ik in de winkel even dit een beetje samengesteld. Met allemaal nep takken. Ik moet nog even een beetje goed doen. Maar ik heb twee van deze oranje gehaald. En ze waren... Oh, en nog wat van deze witte. En hier nog wat witte. Ze waren ongeveer €6,95 per tak. Dus echt wel wat prijziger. Maar ja, zoals ik net al zei, hier doe je gewoon je hele leven mee. Dus dat ga ik zo allemaal even een beetje daarin stoppen. Even kijken, ik heb net gegeten, dus dit wil ik zo even allemaal weer opruimen en organiseren. Ik heb hier nog een cadeautje voor mijn moeder en haar vriend voor het helpen verhuizen en zo. En ik heb nog allemaal kartonnen bekers en zo over en plastic en zo. Dus dat ga ik aan haar geven, want zij gaat nu verhuizen, dus dan is dat wel heel handig. En er zit een gat in, zie ik. Ik heb nog een kaartje, daar hoort... Deze bij. Zo, die ga ik daar nog even aanmaken. En ik heb nog twee cadeaubonnen gehad voor weer
wat vrienden van ons. Dus dat wil ik ook nog even leuk inpakken. Dit is een pan. Die kan weg. Nou, en ik heb deze nog gehaald. Net bij de Sigo. Onze agenda. Ik vind deze zo mooi. Ik heb natuurlijk mijn eigen Masha planner die ik altijd gebruik. Zo, even eraf. Maar ik vind het heel erg fijn om samen een gedeelde agenda te hebben. Waar we adres inzetten van mensen. Waar we onze wekelijkse dingen inzetten. Wanneer de container moet en zo. Nou ja, dat soort dingen. En toen dacht ik, ik hoop dat deze past in de la waar we het willen. Maar ik vind het zo'n mooie agenda dat ik dacht, ik wil gewoon deze. Dus ik heb het echt op de gok gehaald. Oh, dat gaat denk ik wel passen. Net niet. Oké, dit is wel echt een beetje jammer. Ik was hier al bang voor. Het laadje van de keuken waar we boodschappenlijstje, receptenboek. Ik heb deze trouwens ook zelf gemaakt. Met allemaal recepten van mensen erbij in. Maar dit past niet. Dus nu wil ik een andere la daarvoor. Wat is dan slim? Misschien dan deze. Ja. Ja. Oké. Want als je dan in de keuken bent en je denkt, ha, dit is op. Schrijven dat gewoon op. Dus ik vind het wel fijn om dat gewoon in de keuken te hebben. Ik denk dat ik dat dus hieronder neer ga zetten. Maar waar dit dan weer allemaal laat, geen idee. Ja, onze keuken is niet mega groot. Het is echt een top keuken qua oppervlakte en zo ook wel. Alleen niet veel kastruimte. Dus, maar goed, dat geeft niet. Even kijken, dit moet hier sowieso passen. Het is een boodschappenlijstje, agenda. Alleen deze past nergens. Oké, ik heb hem nu gewoon hier gedaan. Dus deze ga ik straks ook lekker een beetje invullen. Maar dat ga ik lekker straks doen. Dat is wel fijn. Dan heb ik deze van Marmer nog gekocht. Echt prachtig. Ik heb hem even ook ingesteld met de batterij. Dat leek me ook heel mooi, zo'n klok daar bijvoorbeeld in. Ik heb deze van de Karwei, die was in de sale. En deze heb ik ook van de Karwei, die was ook in de sale. En deze heb ik dan ook nog gehaald. Dit is zo'n kaars op, kijk, zo'n batterij. Is echt top. Dus dat vond ik ook nog wel leuk. Dus oké, wat is slim. Ik ga denk ik gewoon nu alles hierop zetten. De nachtlampjes, wat zeg ik. De etiketjes eraf halen. Dit ga ik ook allemaal uithalen en allemaal op de tafel zetten. En dan gaan we gewoon vanuit de tafel werken. Nou, donderdag wordt onze bank geleverd. Maar dit is de kast. Ik weet dat ik dat daar sowieso wil laten. Mijn boekjes daar ook. En dat zijn hele mooie boeken waar echt nog een grote vaas op komt. Dus ik weet dat ik dat daar wil laten, maar voor de rest is het leeg. En dit staat vol met deco. Echt van alles en nog wat. Heel veel dingen wat ik nog uit mijn eigen kamer heb. Ook heel veel dingen dat ik nu weer zie dat ik denk, oh, ik vind dat eigenlijk helemaal niet meer zo leuk. Zoals dit. Ja, ik ben niet echt meer van het goud en zo. Dus ik moet hier nog even naar kijken. Net zoals stop. Stop vind ik ook niet meer zo heel erg leuk. Dus ik ga hier gewoon de dingen uitpakken en kijken en wat we ermee gaan doen. Maar dat is dat. En dat hier laat ik nog wel even zo staan. Omdat ik eigenlijk dit heel erg leuk vind. Dus mocht ik opeens wel iets willen veranderen, dan doe ik dat nu zo wel. Maar voor nu laat ik dit even staan. En ik ga jullie laten zien wat dit gaat worden. Dus dit is before. Tadaa!
De wasmachine is klaar. Die maakt een muziekje. Jongens, ik ben een video aan het editen. En dit was de laatste verhuisvlog. We zijn er. We zijn er doorheen. We wonen er nu. De bank is ondertussen geleverd. Ondertussen leveren we ook echt al 1,5 week of zo. We hebben het helemaal eigen gemaakt. En dat ga ik jullie vast en zeker nog wel eens laten zien in een video. Vond je deze verhuisvlogserie nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Ik vond het onwijs leuk om te doen. En ook om terug te zien ook natuurlijk van hoe het huis was en hoe het nu is geworden. Ja, jullie zien zeg maar dat het nog net niet helemaal af is. Maar ondertussen is er eigenlijk alweer heel veel gebeurd. Maar mocht je alle updates en alles willen zien van het huis, volg dan even ons Instagram account knushuis53. Want ik upload daar eigenlijk elke dag wel in de stories, updates en eigenlijk van alles en nog wat over het huis. Maar ook gewoon een soort van persoonlijk leven en zo. Dus ja, helemaal leuk. Dus check dat even op Instagram. Bedankt voor het kijken naar al deze video's. Laat me zeker weten wat jij van het eindresultaat vindt. En mocht je nog een keer een update video willen over het huis, laat dat dan ook even weten. Ik ben wel van plan om niet per se te week vloggen, want die vraag kreeg ik best wel vaak. Ga ik niet doen, want ik werk eigenlijk elke dag. Dus dan, ja, dat is niet zo leuk. Maar om wel gewoon clean en organized video's te blijven maken. En dat plaats ik ook op TikTok. Dus volg me daar ook eventjes. Dat is Floor Delver. Dus bij deze, bedankt en tot de volgende video weer. Doei doei!